Anna, vandaag hebben we het over hoe jij gekomen bent tot wat je vandaag de dag doet. Daar heb je jaren over gedaan, over het ontwikkelen daarvan. Mm-hmm. Wat is de basis van jouw gedachtegoed? Ja, de basis van mijn gedachtegoed, dat is het model van de 12 dimensies van de Duitse theoretische natuurkundige Burkhard Heim. En dat is mijn inspiratiebron geworden om uit te kunnen leggen op welk niveau we met Kwanning werken. En als je kijkt naar de ontwikkelingen van de maatschappij, dan tot het begin van de vorige eeuw dacht men dat we in een driedimensionale wereld leefden, waarin alles alleen maar was datgene wat zichtbaar en tastbaar was. Waar we namen hebben gegeven aan datgene wat we zien, waar je gedrag zichtbaar is, waar de KPI's van een bedrijf in horen, echt alleen maar driedimensionaal. En men dacht dat het leven iemand overkwam en dat hij het maar te doen had met wat hem overkwam. En dat alles losstaat van elkaar. Nou, toen kwam er op een gegeven moment een welbekende Einstein en die voegde daar een vierde dimensie aan toe. En dat is de dimensie van tijd. En tijd is aan de ene kant heel concreet meetbaar, hè, want we hebben horloges. In Geneve staat een klok waar alle klokken op geëikt worden. En tegelijkertijd is tijd zo vaag als ik weet niet wat. Als het heel gezellig is, dan vliegt een uur voorbij, voordat je het weet. En als het wat minder gezellig is, dan kan je steeds op je klokje kijken van, is er pas een minuut voorbij, het lijkt al uren te zijn geweest. Dus tijd is al minder tastbaar dan die eerste drie dimensies. Ja, we hebben het tastbaar, lineair tastbaar gemaakt door een klok op een gegeven moment erbij te bedenken. En tegelijkertijd, ja, tijd zegt niets, is niets, kan je niet vastpakken. En speelt op sommige momenten ook geen enkele rol. Na Einstein kwamen er wetenschappers vanuit verschillende disciplines die nieuwsgierig waren of dat ideeën waarmee men naar de wereld keek, of dat wel klopte. Of het zo is dat het leven mensen maar overkomt. Of het zo is dat alles losstaat van elkaar. En vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines kwamen ze onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie, namelijk dat alles in verbinding staat met elkaar, dat alles in alles terug te vinden is, en dat mensen wel degelijk invloed uitoefenen op hun leven. En het model van Burkhard Heim, dat heeft verteld dan over 12 dimensies, waarbij na de dimensie van tijd er een gebied is waar onze gedachten zich bevinden. Nou, gedachten, we weten allemaal dat we denken, en we weten ook allemaal dat ieder zijn eigen gedachten heeft. En gedachten bepalen ook weer het resultaat in de eerste drie dimensies. Het belangrijkste gebied waar ik mijn inspiratie voor mijn gedachtegoed, rondom de zijnsintentie, vandaan heb gehaald, is het gebied wat Burkhard Heim het persoonlijke informatieveld noemt. En dat is een dimensie dieper of hoger dan dat zijn gedachten. Hogere dimensies weer in zijn model. Ja. En dat persoonlijke informatieveld, in mijn beleving, is dat gevuld met informatie die jouw verlangen om te zijn wie je bent weergeeft. Die je zijnsintentie werkelijk in informatie bevat. Weet je, die paar woorden, dat staat daarin geborgd. Het lichaam wat je daarbij nodig hebt om dat in het leven te manifesteren. De talenten die je nodig hebt om die zijnsintentie, jouw unieke bijdrage, te kunnen manifesteren. En de levenslessen die je in de eerste 10 jaar van je leven opdoet. Dus dat wat je ziet, hoort en ervaart, wat je voorbereidt om straks, later als je groot bent, je zijnsintentie werkelijk te manifesteren. Dat zit allemaal in dat gebied van het persoonlijke informatieveld. En die informatie, die bepaalt ook dat je denkt wat je denkt, en daarmee dat je doet wat je doet. En met Kwanning, met de software, werken we in dat gebied van het persoonlijke informatieveld. Het algoritme maakt berekeningen over, of statistische berekeningen over de informatie die in iemands persoonlijke informatieveld zit. Dat geeft dan de thema's weer rondom, waar rondom de levenslessen opgebouwd zijn. En door daar het thema in met de software zichtbaar te maken en het te kunnen relateren aan wat je hier komt brengen en die informatie daarover te veranderen, gaat iemand vanzelf anders denken, want de bron is tenslotte veranderd, en geeft hij ook vanzelf ander resultaat. En dat kan dus heel snel gaan, doordat die informatie veranderd is en je zelf niet bewust hoeft na te denken over wat je te doen hebt. En omdat die veranderingen in dat persoonlijke informatieveld worden aangebracht, is er ook sprake van duurzaam resultaat. En kunnen we dus garantie geven op het resultaat van de programs. Ja, dus je kunt niet zoals in
gebruikelijke coachingsprogramma alleen maar met gedrag of met gedachten werken of met overtuigingen. Je zit echt op een niveau dieper. Exact. En dan ook geholpen door de database die achter je software zit. Exact. Exact. Ja. Die veel zeg maar info geeft over wat zich in de persoonlijke informatieveld afspeelt. Juist. En die dus alles zeggen over levenslessen die mensen leren om hun zijnsintentie later in hun leven volledig te kunnen manifesteren. Je manifesteert hem vanaf het begin, maar dat bouwt zich steeds verder op, waardoor je het steeds intensiever en met meer impact in je leven inzet. Dus het persoonlijke informatieveld is eigenlijk de kern van je werk. Ja. Is er nog een hogere dimensie of dimensies? Ja, daarboven heb je het globaal informatieveld. En daarvan zegt men dat daar in blauwdruk alles ligt opgeslagen wat we nodig hebben om deze wereld met elkaar te draaien. En op het moment dat er iemand dan ook geboren wordt en iets gaat bijdragen, nou, dat stamt af vanuit het globaal informatieveld.